gloeit een donkere nemo vol blinkende staren. Plotseling, als de bliksemschicht de staar van Bethlehem is verschenen, met een grote glinsterende ster al zigzaggend door de lucht, gelijk als een slang die bezeten is van de Sint-Vitusdaans. En toen ze tussen al die fonkelende lichtjes binnenschoot, gelijk als een vleermuis die neerdookt tussen een nest krioelende glimwormen, toen begonnen al die andere klaarstaartjes in koer te roepen: "Waarom de god vertoe me wat gebeurt er hier?" En de grote staar begon te waggelen alsof ze zat was. Ze keerde zich om en om en verdween in de verte. En liet erbij een heel lang spoor na. En dat was de weg die de draakkoningen moesten volgen. Want inderdaad, daar kwamen de draakkoningen op van heel ver uit het oosten. De oudste van de draak, dat was zo een koning, zo op een peert gezeten, met een grote kroon op zijn kop. Graas haar, een witte baard, een verrimpeld gezicht, een scheve neus, als van een liepe slechterik. En maar vloeken en ketteren. Oh ja, want hij had vistels op zijn gat. En iedere keer dat hij met zoden plofte, tak, dan pletterde hij open en dan schreeuwde hij bedoeld van de pijn. En dan was er een tweede koning, een hele schoone, zo, ja, ook op een peert gezeten, met een grote kroon op zijn kop, waaronder dat zijn goudblonde lokken vandaan kwamen. Twee diepe blauwe ogen en altijd en eeuwig een glimlach op zijn lippen. Zo, echt een hele schoone koning. Ja. En dan was er een derde koning en die reed op een kamiel, een zwarte koning. Maar dan... zwart. Zo piekzwart. Dat de grazen kamiel, hoe dat hem reed, nog witter lijkt dan het wit peert van de blonde koning. Met zijn schoon gezicht lachte hem al zijn blinkende tanden bloed en arrij, al zingend op zijn kamiel. En zingen dat hem deed? Oh, hier stuk daar. Ik zet in de hemel boven op een brave kemel. Hup, Pietra. Maar kamieletje is zo blij. Kemelke, al dat gewemel, al die lichtjes onder de hemel. Volgt de sterper van de staar, Bethlehem, dat is niet ver. Valke is zo koud, toch haar, maar Maria kan zich niet verwarmen. En Sint-Jozef, die is nog planken en de kleine lichten janken. De lof en de nijzel zijn het chauffeur, het kindje heet dat toch zo geerlijk. Ik zet in de hemel boven op een brave kemel. Hij is voor mij veel meer werd dan een zuiver vol bloedpeert. Hij doet hier aan de ballen en je kunt van zijn hoge vallen. Tussen de bulten van mijn kemel zit ik in de hoogste hemel. In de hemel, bovenop mijn brak. Zwart, hierdoor, begon je navelkeuring te roepen. Hoe is dat toch in godsnaam mogelijk, zeg? We moeten weten dat is na al 3 dagen en 4 nachten al een stukje, hè? Dat hij een ontzien is en altijd maar hetzelfde. In de hemel op zijn kemel. Ik moet wel zingen zo lang en zo laat, anders rook ik niet vooruit. Als die maar gezang niet hoort, dan wil dat beest die niet meer voert. Hij valt in slaap, zakt uit zijn poeten en dan lig ik op mijn kloten. Als ik hem bovenop pak raak, dan ben ik zo plat als een droge vaag. Daarom zing ik vaccin zo plat, dat komt maar kamieliker aan. Stalleke is zo koud, toch arm, Maria kan zich niet verwarmen. En Sint-Jozef die is al plakken en de kleine lichten janken. Engelen zang en hemelse sferen, de maan en kamiel blijft gaan lopijnen. Dat ze sterkste deur van krult komen, vast als aan een bult. Pinser, dat is een andere affaire, peerde kunnen gaan lopijnen. Maar een kamiel die gaat in draf. En als ik de maat niet gaf, dan zet hem zijn poeten deur maar kander. Zet hem niet in een verder andere. De psaan en donder, aai van boven, maar ik van onder. Rest de roos, de eerste praas, maar wel zo'n platte appelspaas. Zit in de hemel, boven en brug. Ik fret al levend op ik. Ik pel al het zwart ervan af. En ik eet het wit op dat van binnen zit. Oh, ik fret al op mijn hart en oor. Oh, dat is te vuil, die is zwart. Wat een gedachtdoek dat die van de draakkoning in een zwarte moest zijn. Omdat ze zo gezegd het hele mensdom moesten vertegenwoordigen. Omdat ze een beetje de cosmopoliet wilden uithangen. Ze hadden toch ook een gele kunnen meenemen of een roeien of voor mijn part hier in die strepjes. Nee, een zwarte. En dan die witte ogen die hadden mij. Met die donkere bol in het midden. Als het buiten donker werd. Dan wordt dat wit rood. Een dag of 2 geleden stap ik van mijn peert. Het was buiten donker geworden. En ja, ik had een koninklijk intiem commissie te doen. En ik verdwaan er zo in de bosjes. En ik denk, vind ik daar een schoon straatje? Denk ik, hier gaat gebeuren. Zeg, ga ik er zitten? Laat ik mijn broekzak. Ik zit er zo op mijn gemakje, op mijn lurkje. In die positie. Zink je er toch niet ineens ver, maar 2 ogen. Zo'n kastaars. Als van een wild beest. Ik scheid boven op mijn broek. Het was meneer de Sip die er zat op zijn gemakje, voor mijn neus, te kakken. Maar dan kon hem niet zingen, hè? Nee.
Uitgerekend op die moment komen hier niet zingen. Als ik maar zeg, doe maar gemakske, is niet voor het zingen, maar voor een kastje. Op datzelfde ogenblik schiet de staartster gelijk als de bliksemflits uit haar koers en ze blijft pal midden boven in de hemel staan. Wat is er gebeurd? Ziet de staart is blijven staan, is zeker niet meer vaart te gaan, zwaart. En ineens vervolgt de staartster haar weg en met de moed der wanhoop geeft die naam koningse peer te sporen en ze verdwijnen alle draai in de duistere donkerte. In de hemel zwaart, in de hemel, in de hemel zwaart, in de hemel. Op datzelfde moment verschijnt er een grote engel om het firmament. Zijn haar in meterslange keerskrullen. Onder de kop was er zo'n grote gouden cirkel vastgemokt en de slierte van zijn langzijde kleed die flapperde als veelkleurige wimpels mee door de lucht. En dwars over zijn borst was er zo'n schone, grote zadenbaand vastgemokt waarop dat geschreven stond Engel. Voor degene die het onmiddellijk begrepen hadden. Hè? Die engel die begint er onder Nemo rond te vliegen, al zingend aan alle mensen die van goede willen zijn. Komt zingen, want de redder is geboren. En al direct is je nagen plat op hun bak, die paniek in de grond en die beginnen te roepen. Hey ho, ze gaan zot gebeuren. Alle schopen in melk is van een schrik geparalyseerd. We moeten maar naar dat klein tiendeke cadeau doen, zotteke. En er is er één herderke blijven rechtstaan in zijn moestuintje en je zei. Jawel, wat is het? Is het weer zo ver? Hebben ze weer geld nodig? Dat is elk jaar hetzelfde. En als ze zingt te hebben, dan sturen ze een engel naar beneden en die zingt herder, zij is geboren. Daar te gaan en zeggen. En derdekens zijn op stap gegaan, naar het stalletje. En ze hebben van alles meegenomen. Kippen, konijnen, kruiken, wijnen, worstenbroeien. Zelfs een potje niet geparalyseerde melk. Ah ja, van de dag van tevoren zeker. En er was ook een delegatie helemaal vanuit West-Vlaanderen onderweg met een pot, dampende rutsenpot. Straffe gasten, hè? Wie gaat er naar Ilmo vanuit West-Vlaanderen naar Palestina met een pot dampende nutsenpot? Naar Palestina? Maar als ze een nood van nutsenpot hebben gehoord. Wat zit er al voor tippen? Wilde je dat pasgeboren zorgelingsje? Wilde je dat verstikken, misschien versmoeren in zo'n nimmer dampende braai? Dan is het niet voor het eten, wee. Dat presenteert Skone in dat stalletje. Oh, godverdomme toch. Onderwijl was Sint-Anna gewet, wel de moeder van Maria was die bezig met al de geschenken die waren toegekomen in dat stalletje om die propertjes op te stapelen. Oh ja, maar het stalletje was vergeven van de pakjes en de zakjes. Oh, vandaag zeg, zo'n chique gebeurde. Hey, zeg, hey, is niet die is het beste, hè? Ja, die nezel, hè? Die zou er bijna niet meer staan. Alleen zijn kop kwam nog boven de pakjes en de zakjes uit. Die sukkeleer die was bijna ontstikken. En blaast dan maar. En die nos zocht die helemaal niet meer staan. Komen daar de drie koningen binnen en die oudste die knielt en die geeft ze geschenk. Die nieuwe schoenen die knielt en die geeft ze geschenk. En die zwarte die knielt. Up, vier draak, kinnetje, klaar, cadeauken van haar. Koest, zwart, stil, zwart. Zie, ze gaan niet dat die kleine schrik heeft, rood boten. Boten, goh, boten, we zingen. Oh, wat zit ik hier toch content, zo content van kom. Op datzelfde ogenblik hoorden ze de soldaten al erbij komen. De soldaten die overal op zoek waren naar die pasgeboren redder om hem te vermoorden. Maar vlak voor de ingang van dat stalletje, waar onze lieve vrouw en kindje Jezus zaten, komt daar terug die engel aangestormd. Hij plant zijn eigen wadbeens voor de deur met een enorme sabel in zijn handen. De soldaten die kwamen dichterbij en de eerste in de radio stopte en die zei mannetjes, wacht eens even. Zie daar eens, voor de deur van dat stalletje. Zo'n kastaar van een engel. Met zo'n sabel in zijn hand. Mocht dat je weg zijn, die hebben we niet gezien. Ze is er van daar. Op datzelfde moment in de stad. Paraboom, paraboom, paraboom. De stedelijke omroeper. Hey ho, moeders, vrouwen. Aandacht, aandacht. Al degenen onder u die de laatste draadogen een kind ter wereld hebben gebracht, mogen content zijn. Want de koning heeft besloten een schoenen prijs te geven aan het schoenste kindje dat geboren is. Breng uw kind door het paleis van koning Herodes. Breng het door het groot wit huis van de koning en het schoenste kindje kraaf van de koning een schoenkroontje waarop dat geschreven zal staan. Oh, waar de schoenkindje.
En er is ook nog een tweede versie van de prijs waarop ik geschreven zal staan. Oh, wat een schoenkinneke. Brood schoener en de zang van God. En ook de moeder die het kind ter wereld heeft gebracht zal een kroontje krijgen waarop ik geschreven zal staan. Oh, wat een schoenmoeder. En Sint-Anna, die de boodschap had ontvangen, die is onmiddellijk naar onze lieve vrouw gegaan. En zei gezegd, zeg, Maria. Maria, daarna is er toch een schoene prijs te winnen, zeg. Ja, een prijskamp voor kinderen bij je ouders. Een goede koning, zeg. Ja, vooruit. Allee, Maria, breng je kind onmiddellijk naar het paleis van koningen ouders. Nee, zegt onze lieve vrouw, dat moet ik niet hebben. Ik heb ik al meer dan genoeg gekregen. Dat je, mijn kind, dat is toch het schoonste kind van allemaal. Maar wat heeft dat er nou mee te maken, Maria? Trouwens, dat moeten we precies O'Neill de wereld laten weten, kind. Die prijs van koning Herodes komt uiteraard om niemand anders toe dan aan haar kind. Allee, vooruit, Maria. Maria, doe wat de moeder zegt. En ze maken zich klaar om te vertrekken. Maar op het laatste moment bedenken ze nagen. Wacht. We zullen eerst nog wat linten en strikken gaan kopen om de kleine nog schoner te maken. Zeg, Jozef, wat we hier gewoon even tot de winkel. Let ga intussen op de kleine en pas op dat er niks overkomt. En ze gaan naar buiten. Jozef, die gelijk als gewoonlijk planken ontzagen is, die stopt met werken en die zegt bij zijn eigen, ik betrouw dat hier niet. Ik betrouw dat hier langs geen kanten. Wat ga ik, kindje? Mijn lief, klein kindje, Jezus, mijn zoete, mijn ventje. Wat vind je ervan? Het kindje Jezus, die al vreed intelligent was en heel rap, die zei, ja, ga je het gelijk en apinten een keer. Jozef, die gaat er naar een schap, pakt daar een of andere pot af met een vol veesgoedje erin, waar hij gewoonlijk zijn werktuigen mee insmeert. En met een fijn penseeltje zo, tak, schildert hem allemaal puntjes op het gezichtje van het kindje Jezus, die helemaal ontgichelen. En ontlachen is zo'n dat kriebelt natuurlijk. En alsof er niks ontdaan is, gooi Jozef gewoon voort met zijn werk. Komt door Sint-Anna binnen. Oei, moet je dat zien, je klaar? Moet je dat zien? Die heeft de rode hand. Die heeft de zwarte rode hand. Zijn het verzekers van die zwarte koning die er straks nog binnen is? Ik heb dat nog zo gezegd. Koning of geen koning, geen zwarte. Maar jongen, altijd er altijd een poot op cadeaus kruipen met die lotte af van grote meter af. En ze pakt zo een vodke en ze begint te vragen zo frot. En al die puntjes gaan eraf. Hoe meer dat ze vraagt, hoe proper dat er wordt. Er heeft er hier iemand zwarte puntjes op zijn gezicht geschilderd. Wie zou daar aan geweest zijn? En Sint-Jozef die een plaat kan ontzogen, die zei, dat weet ik niet. Pas toe, ben gaan. Met je zorg. Of ik zal er bij jou eens niet komen afzagen. Het zullen deze keer niet uw horen zijn. Ja, Sint-Anna, dat was toch al een kwooi, hè? Enfin, ze is dan bij onze lieve vrouw terug naar de winkel gegaan om olie te kopen en zalfjes om de kleine terug goed te doen rekenen. En pas op, hè. Makker. Maar gewoon weer even naar de winkel. En als er intussen ook maar iets met dat kind gebeurt. Dan zing. En ze gaan naar buiten. Jozef in paniek stopt met planken zogen. Hij krapt een keer achter zijn oor. Deze keer wist hij het niet zo goed. En hij ziet eens rond en ineens zit er op de muur zo een beestje zitten. Zoiets geel, met van die zwarte strepen. Een baar. Enfin, een baar. Iets groter dan een wesp, een nurzel. Terug een leeg potje erbij, er zo naartoe geslopen. Zo zo'n tak, gevangen zo, een plangetje erbij zo. Het spijt me, mijn kindje, maar ik zie mij verplicht om u een klein prikje te geven. Een steekje op uw kalk. Zo'n tak plaf. De heilige draaivuldigheid. Draa-abcessen in ene god. En alsof er niks ontdaan is, gooi Jozef gewoon voort met zijn werk. Komt daar terug Sint-Anna binnen. Oei, je moet er dan zien, dat klare dat kindje een beetje, maar dat is een monster geweest. Sint-Jozef, die planken op zon, die zijn maar af. Ah, mengs toch. Moeten we er dan zo'n affaire van maken? Een week of twee en dan gaat het er wel over. Ah ja, Jozef. Maar Jozef, wat is dat? Wat? Dat?
Dat is de baas aanstaand. Ah, ah ja. Ah. Om weerskanten? Ja, ja. Om weerskanten. Ah, ja. En ook op zijn verhoofd? Ja, natuurlijk. Ook op zijn verhoofd. Als er naar iemand de waarschijnlijk in zijn bol is zitten, dan is hij toch wel zeker. En Sintana valt op haar knieën neer. En onze lieve vrouw, hoe ook is, begint te schreeuwen. Hoe is dat toch mogelijk? Hoe is dat toch mogelijk dat hem zus na die draaien waarschijnlijk staande moet kraken? Zus na. Nadat er zo'n schoenen praatte, dus dat kan hem er niet om mee. Het is een monster geworden, maar... Hier een tijd later, het was al donker geworden, op straat, hoorden ze daar geschreeuw, gehuil van vrouwen, moeders met bloedende kinderen in hun armen. Doe het. Het was de valstrik. We waren amper binnen in dat paleis van Herodes. Of Herodes liet al zijn deur sluiten. En toen zijn ze zonder dood gekomen. Ze hebben ons kinderen vermoord. Ze hebben zo'n stukken gereten, de smeerlappen. En toen had Sintana het begrepen, tenminste dat dacht ze. En onze lieve vrouw ook. En ze vielen terug op hun knieën neer. En Sintana begon te bidden. Gelooft zij God in het licht van zo'n goddelijke voorzienigheid. Hij heeft zijn kind willen redden uit de klauwen van Herodes door die dragen zwellen. Oh, oh. Oh, wat een heilige, heilige, driemaal heilige, goddelijke voorzienigheid. Oh, God. 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 Godje. Wat een goddelijk geniaal gedacht. En Sint-Jozef die planken ontzogen was, die zorgde in colère zijn werkbank al of deur van hoe is dat mogelijk? Dan kleine mens is een goed gedacht. Maar toen die madame, ze vallen op hun knieën en bedanken God die met heel die affaire niks te maken heeft. Op die moment komt daar terug een engel aangevlogen, al roepend, naar poorten, iedereen naar poorten, scampavi. Hoezo, scampavie? Ja, wegwezen, inpakken. Jongen, hey, inpakken, waar naartoe? Vliegt naar Egypte. Nou, ja, al de soldaten zijn allemaal op zieken. Wacht, zegt Sintana, dat we eerst ergens een kar vandaan halen, een wagen, om al die geschenken op te laden die ze ons gebracht hebben. Niks te geschenken, er wordt hier niks meegenomen. Oh nee, ga, zegt onze lieve vrouw tegen die engel. Oh nee, kamerad, die geschenken die wil ik meenemen, ze, hè? Maar dat zijn de geschenken die ik gekregen heb voor dat kindje neer, voor later, voor als hem groot is. Vrouw Jozef, al de nijzelpoten. Maar nee, Maria, zegt Sint-Jozef, mengs toch. Je kunt die nijzel niks niet meer laten dragen. Ze. Die stond daar al drie dagen en vier nachten al een stuk te puffen en te blozen. Die is niet zo droog als een lege varkensblaas dat biest daar is aan het creveren. En inderdaad, die nijzel die komt naar buiten, hè, waggelend op zijn poot. Kan mijn moeite zijn eigen gewicht nog dragen. En toch beginnen die daar alles op te luiden, zeg. Kippen, konijnen, kroken, wijnen, worstenbroeien. Zelfs dat potje niet geparalyseerde melk. En die pot dampende uit zijn pot. En à la fin, onze lieve vrouw, ploef, er bovenop, kind in haar armen. Jezus Maria, zegt Sint-Jozef, mens toch, komt er toch af. Die neus kan niet meer vuur of niet meer achteruit. Dat zie je toch zelf, dat biestje is aan het kreveren. Die zijn poetsen, die gewoon niet helemaal zoen staan. Kom toch naar beneden. Nee. Nee, mijn beste. Nee. Luistert, de mensen die hebben altijd geleerd dat tijdens de vlucht naar Egypte de moeder gods op een nijzel zat. Dus... Allee. Bon, Jozef die steekt zijn kop onder de boord van die ezel, heeft heel de affaire op en de processen vertrekt. Achter een dag of drie komen ze in de stad Jaffa aan. Jaffa, je weet wel, die schoon stad met die witte gebouwen en die hoge torentjes zo. En ze passeren zo onder een appelsinenboom. En als kindje Jezus, die trekt een appelsin, tekent er rap een G op als bewijs dat hem door gewist is en hangt hem terug. Ze vinden er ergens een oud, versleten kot vol gaten en spleten, waarbij dan in vergelijking het stalletje van Bethlehem nog een paleis was. Jozef tracht zo goed zo kwaad als kan de gaten te spleten te dichten en de harige familie legt zich te slapen. Zanderendags stond onze lieve vrouw op en ze trekt de stad in met een lege mand
op zoek naar vuile was. Want ja, het mengskissen moest staan bij de kost verdienen. Hè? Jozef die trekt de stad in met zijn romers, zijn zorgs, zijn spakers, gelijk als de steelman past. De kleine, straat op. S'avonds komt onze lieve vrouw terug. Doe het op, kapot van vermoeienis. Ze kan niet meer het mengskissen. Ze laat haar eigen zo in een stoel vallen en warf er zo wat koelte toe. En op die moment komt Jozef binnen. Zot van colère. Wat had je nog voor geen stoffere werken van? Hij zet zijn eigen neer op de tafel, legt zijn linkerhand op tafel, pakt zijn omer en patoem, begint op zijn vingeren te kloppen, zeg. Maar ja, dat gelijk dat je bericht wel weet, is dat de enige manier voor een timmerman om zijn eigen een beetje af te reageren. Op die moment komt ons kindje Jezus binnen. Neus not een bel van zijn neus tot in zijn mond. Zwart van de velgaat. Zijn hem achter de vuur, zijn broek afgezakt, zonder schoenen. Ma! Mama! Ik heb honger! Zeg, manneke. Zijn er een manier om zo naar huis te komen? En hoe ziet het er naar jou uit? En is dat alles dat je te zeggen hebt? Zou je gasten beginnen met een goede naam te zeggen tegen de vader en de moeder? En zou je gasten beginnen met bijvoorbeeld om de vader te vragen of dat hem niet te meug is van heel de dag hard labeuren? Hè? En zou je gasten je mama voorstellen om bijvoorbeeld een handje te helpen met het maken van tafeltijd en jongen? Zijn er een manier om zo binnen te komen? Zeg maar. Maar ik heb een keer honger. En ze schiet dood in Palestijns. Waar er natuurlijk geen boot van te verstaan is, maar het zat speciaal voor alle vertalen. Ik kwam ongeveer hierop neer. Maar ga het speciaal van boven op beneden zeggen, stuurt de meeste leren dat ze goed moeten zijn, dat ze braaf moeten zijn, dat ze hun achter moeten beminnen gelijk als hun eigen. En juist op de twee mensen die het liefst van al zou moeten zien. Juist de twee christen die het meest zou moeten respecteren. Op die twee mensen zijn je s'avonds thuis komt. Die is de goede avond. En ons kindje Jezus. Jezus Maria, zeg. Jozef, zegt onze lieve vrouw. Jozef, schiet dood met je op een vinger te kloppen. Jozef, zegt ga naar Joekje zien tegen dat jongen. Ik moet die keer altijd reuzen maken. Het is altijd dezelfde die op een poot moet spelen. Hè? Moet ik dat hier alles regelen? Zeg, ga dan ook eens niet tegen. Het is tenslotte dat de goede kaak kinkt. En de familie is aan tafel gaan zitten. Kind kwam de waar. Hij was te wanen. En doe alle bogen van tafel. En met mes en vork eten. Trouwens, zeg, mocht hij eerst de schoen kruisken? Hé? Dan weer. Oh, nee! Daarvoor is het nog een beetje te vroeg. En de heilige familie legt zich terug te slapen. Jozef slopt, Maria slopt, de kleine slopt. En samen een dag staat ons kindje Jezus op. En hij is helemaal alleen thuis. Er is niemand. Hij trekt een broek aan, eet een halve boterham en God straat op. En daar ziet hem een boel kinderen spelen. Hé! Hey! Kinderen, mag ik meespelen? Nee. Of knover? Nee. Of verstoppertje? Nee. Of diefknipper los? Zal ik voor dief spelen? Want ik speel eigenlijk geen bandieten. Is het goed? Nee. Maar waarom niet? Mocht dat weg zijn? Palestijn, Arab, volle worm. Zo'n grote ogen scheten vol tranen. En alleen om mee te kunnen spelen, om plezier te kunnen maken, om deel te kunnen hebben, om het spel van dader kinderen. Alleen maar daarom heeft hem daar een mirakel gedaan. Zijn moeder had hem nogthans altijd goed verwittigd. Hij zei van, pas toe, manneke, dat je geen mirakels doet, hè. Met dat zo'n dikke wie, dat gaat zijn, dat je de zoon van God zijn, wat gebeurt er, dan komt de ruiters door Europa en zijn soldaten in lap. We kunnen maar weer inpakken, pas toe, hè. Dat ik het niet zing, hè. Dat ik het niet hoor zeggen, hè. Pas toe, hè. Midden in het plein was er zo'n grote fontein, zo. Met rond allemaal van die klaar, van die goede vette klaar, waar ze stenen van bakken. En ons kindje Jezus pakt een greep van die klaar en met zijn klein polletjes, zijn kinderhandjes, begint hem daar te boetseren, zo. Het kopje van een vogel, met een lefje eraan,
Met vleugeltjes. Ja, één paar. Twee dus. Hè. Ah ja, langs weerskanten. Eentje zo. En dan mocht hem allemaal heel fijn, fijn donzige plummetjes op het plutje van het kontje, die dan een stertje moeten voorstellen. Dan een stokje erbij, krak, om twee poetjes te maken. Hé, hey, kinderen. Zie je dit? Zie je dit? Van een schone vogel. Een lieme vogel. Een vogel van klaar. Bravo, ze de Palestijn. Bravo. Heel goed, ze de manneke. Ja, heel goed. Dover moeten af van ver komen, hè. Om op de vogel van klaar te laten zijn. Heel goed, ze. Heel goed. Jammer, jammer. Jammer, ik kan hem ook doen vliegen. Hoe dan? Gewoon. Door erover te blazen. Dat zou ik wel eens willen zien. Ja, dan ben je alleen. Nee, wacht, wacht, wacht. Maar dan kom eens met dit. Ja, ik wil het ook, kom eens met dit. Die Palestijn, die beweert dat er de vogel van klagen laten vliegen. Daar gaan we lachen. Ze. Ja, kom maar met dit erbij. Ja, ja, kom maar met dit erbij. Voilà. De plummetjes beginnen te trillen. Dat vogeltje daar spraat zijn vleugeltjes en. Ongelooflijk, hè? Dan had ik iedereen fout van. Nee, zeg zo beter, heb ik dat nog nooit gezien. Dat is ongelooflijk. Dat is niet waar, man, dat is een truc. Hoezo, dat is een truc? Dat is niet waar. Dat was toch een vogeltje van klak? Ik heb dat toch bij mijn eigen ogen gezien? Dat is niet waar, dat is een truc. Die is zo oud als het Oude Testament. Ken je hem niet? Hij heeft gewoon een vogeltje gepakt dat uit een boom is gevallen. Hij heeft het opgeropt. Hij heeft het dan even in het water gesopt. Hij heeft het dan door het los zand gerold. Hij heeft het dan in zijn hand gelegen, zijn gat geboden. Pff, en heel de plat, 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 en de boom op. Maar dat is niet waar, hè? Dat was een vogeltje van klaar. Heb ik dat bij mijn eigen ogen gezien. Maar oh, als je dat wilt geloven, kom maar even op zaak op Palestijn. Palestijn komt er zeer. Je moet er hier niet geloven. Je moet een bewijzen leveren. Pak, 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 een beetje klaar pakken. Ja. Een vogeltje maken. Ja. Hier heb een vogeltje bewijzen. Je kopje, je moet steeds een poetje erop. Stop! Nee, niet stoppen. Moet er niet. Bewijzen leveren. Moet er niet geloven. Stop! Nee, niet stoppen. Stop! Kom, daar zo'n kinneke baas. Wie het klaar gelijk als kinneke jij zelf. Met een groot kopje met allemaal krulletjes zo. Stop! Control. Wie zit er gaan? Thomas. Thomas, die pakt dat vogeltje uit de polletjes van het kindje Jezus. Hij pakt een nagel uit zijn zak, die hem al te baaien. Stoemt hij erdoor. Nog eens. Alles in orde. Doe maar. Doe maar nog eens. Pas toe, man. Pas toe. Hij gaat blazen. Hij gaat blazen. Hij blaast. Hij blaast. Dat was een vogeltje van klaar, manneke. Maar dat moeten winnen, hè. Gewoon zo goed voor de mensen. Hé, hey, Palestijn. Waarom ga je eigenlijk zo lang gewacht om met jongens te komen spelen? Maar goed, laten we spelen. Hé, hey, zand erop. Ja, kom op. Gaan we samen spelen? Ja, zeg. Hé, hey, maar waar gaan we aan spelen? Ja, wat? Ik weet niet. Ik ga per se spreken. Per se spreken. Ik heb per se spreken. Dus ik ga per se spreken. Weet je wat? Wij spelen vogeltjes maken. Vogeltjes maken. Nee, allee. We pakken allemaal een beetje klaar. En moet zeiden een vogeltje, ja? Een kopje, een lijfje, vleugeltjes, poetjes, alles erop en eraan. Vallen genoeg? En dan komt de Palestijn. Die pakt dat vogeltje, die ligt het in zijn hand. Die blaast in het gat van het vogeltje. Het vogeltje gaat vliegen en wij lachen. En ze zijn erom begonnen. Hè. Allemaal zijn ze beginnen poetseren. Daar was ze er zo weer bij. Ze was zo een vogeltje aan het maken. Zo'n fraas goed. Hè. Zo'n vogellijfje. Nogal groot, ja. Met van die rechthoekige vleugeltjes eraan. Vierkante stertje en boven erop een grote kop. Zo. En die viel altijd voorover.
Geen noten, twee poetsjes eronder. Toen aan veel werk. Draadpoetsjes eronder. Toen aan veel werk. Vier poetsjes eronder. Hé, dat gaat niet, hè. Een vogel met vier poten. Maar als hem naar godverdomme niet wil blijven staan. Trouwens, het belangrijkste is dat hem vliegt. Nee? Ah. En er was een andere bezig en die was zo een vogeltje rot mocht. Die was eigenlijk zo lange worst omtrouwen. Ze moest zo niet lange worst tussen de pot. Met 12 vleugeltjes langs weerskanten en eronder allemaal heel klaarpoetjes. Begon precies een 1000 poot. En daar was er een bezig. Die was een soort van grote ronde pastamas die aan het maken. Zo. Met midden erin een kop. Zonder nek. En boven erop een bek zo, recht naar boven, een punt, een vogelenbek. En rondom, allemaal heel klein vleugeltjes zo. Zonder voeten. Alsof dat hem gaat vliegen, dat weet ik niet. Maar probeer hem maar eens na te maken. En dan gingen we er hier in bezig, die was allemaal vogeltjes opmaken en is ze precies konijnenkeuteltjes, zeg. En door hier een drol stroomt, ging er hier een kat door. Een kat. Is gewoon een kat. Maar een kat! Zeg, excuseer, maar dat gaat niet. Nee, spijt me. Maar katten kunnen niet doen vliegen. Als die een drol stroomt door de lucht in gaat, dan zal mijn kat ook wel vliegen. Nee, dat gaat niet. Katten kunnen niet doen vliegen. Mama, die Palestijn wil mijn kat niet doen vliegen. Palestijn, doe de middag maar klaar zijn kat vliegen. Of ik pak een plank en ik maal er een pollen op. Zet de vogeltjes maar op een raken. Ja, doe maar. Zet ze maar op een raken. Ja, pastoep, maar ik ben gewonnen. Hij gaat blazen. Ja, pastoep. Hij blaast. Boy. Die vogel met een zware kop die niet spreekt. Boy. Die vliegt over de koppen van een klein man en zegt. Die beste vogel. Yeow. Bukken. Padam. Die een dikke pasta. Die is ook weg. Partij, plits, karambol, ketien, die klein konijnenkeutel zoeken. Kedom, pam. Flaats, die een drol stroomt, ze zegt flaats. Flaats. Miauw! Die kat, miauw! En die heeft al die andere vogeltjes op, die in de lucht ook erop vliegen. Oh, wat een plezant spelletje, zeg! Wat pissen we nou als broek van te lachen? Weet je wat, mannen? We gaan weer poetseren, hè? Ja, zeg, mannen. Maar deze keer geen katten niet meer maken. Hè. En ze zijn er weer om begonnen. Dat plein, dat liep zwart van de klaar mannen. Ze kwamen van overal. En allemaal waren ze ontboetseren, waren ze beeldjes ontmaken in allerlei vormen en kleuren. En ze lachten, ze dansten, ze hadden plezier. Ze mochten muziek. En op een zeker moment, tjak. De poort gaat open die op het plein uitgeeft en er verschijnt een zwart paard. Helemaal geharnast, blinkend in de zon. Met bovenop een kleine jongen, een hele felle met van die slimme oogjes. Proper gekamd door, een hoed met plonen erin. Prachtige kleren, een schoene zijde kanten kroog. En neef van hem, soldaten. Ook al met plonen in een hoed, maar op witte paarden gezeten. Het was de zoon van de machtigste man van Turp. De Nier. Hé, jongens! Wat is het dat Gallen daar speelt? Doe alsof dat je hem niet ziet, Palestijn. Nee, niet kijken. Niet kijken, nee, die gast kennen we niet. Nee, dat is de zoon van zijn vader. Nee, ignoreer ik, laten we zeggen. Ja, niet kijken. Hé, hey, jongens. Wat is het dat Gallen daar speelt? En mag ik mede komen te spelen? Nee. En
Waarom niet? Daarom! Omdat elke keer als waar met jou willen komen spelen, dan is het ook nee! Elke keer als waar naar haar schoon, chic speelgoed willen komen zien, dan is het nee! Elke keer als waar op een van uw paarden een toerke willen maken, dan laat ons door uw knechten de narf afjagen. En wel, manneke, na en me waar is een plezant spelletje. Het plezantste spelletje wat er is in de wereld. En de baas van dat spelletje, dat is de Palestijn. En de Palestijn, die is van ons. En we gaan zo raak zijn als dat je wilt, maar de Palestijn, die is van ons. Die woord Palestijn, ga toch niet meegaan met die gast hoor, ga toch de Judas die jood hangen zeker. Maar, vertel me dan eens, wat is het dan dat Gullum daar speelt? En wel, wij spelen vogeltjes maken. Vogeltjes maken. Wij maken vogeltjes. In klei, ja. Wij pakken ze een beetje klei op de grond en dan poetseren wij een vogeltje. Zo. Een kopje, een leefje, een vleugeltje, poetsen, stertjes, alles erop en eraan. En dan komt de Palestijn en die legt haar vogeltje in zijn hand en dan blaast hij in het gat van het vogeltje. En het vogeltje gaat vliegen. En waar lachen. Dat is een plezant spelletje, hè. Een heel plezant spelletje. Wil u meespelen misschien? Oh ja! Volgaarne! Wel, pak dan uw vogeltje maar uit uw broekje, blaas erover en we zullen zien of dat je kunt omvliegen. Rood van koleren weer hem de zang ben en hier. Zijn oude karabonkel eruit zijn kop. Hij pakte de lans van hier van zijn soldaten, gaf zijn peer te sporen en kwam door midden het plein ongestormd. Al roepend, hoepsaar, hoepsaar, als ik hier niet mag spelen, dan gaan de gullen hier ook niet spelen. En lap, boem, en hij vertrappelde de beelden met de hoeven van zijn peert. En de kleine man, die begonnen te schreeuwen. En ze gooiden met klotten kleiner hem, totdat de soldaten erin aangekwamen. Hoepsaar, hoepsaar, het is de zang van de machtigste man. Hij mag alles. En de moeders die riepen van bovenuit de balkons. Gullens en lillekorts! Zo'n goed spel breken, het kostte niks. En ons kleine man waren ook zo content. Ooit de weg, moeders, de laanse lap. Zoef, zoef, vlam, vlam, kdoem, boem, boem, bang, boem. Al die deuren en vensters die vielen dicht en in een mum van taart. Lag dat plein er stil en verlaten. Alleen die raken los, hè. Die stond er nog omringd door zijn soldaten. En die waren rond, lachen, ontgeren van de pret. Niemand had gezien dat ons kindje Jezus helemaal alleen bij de fontein was blijven staan. Zijn ogen, rood van de tranen. Hij keek naar boven, naar de hemel, die van de slag helemaal bewolkt was. En hij zei, vader, vader, vader! Blom, 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 donders en bliksems, blom, 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 blom. Jawel, jawel, wat is er? Wat gebeurt er hier? Wie heeft er geroepen? Vader, vader, oeh, ben ik het? Jezus. Ah, welke? Wat is er gebeurd? Waarom is er een paniek? Vader, dat kindje daar, dat is stout. Want dat hij met de hoeven van zijn paard al de beeldjes vertrappeld. Die waren hadden geboetseerd. Manneke toch? Moet gaan maar dover zoeten, stoppen hem klaarjagen. Het gaat maar alles doen verschieten, zeg. Moet gaan maar een tikker in zoeren gaan. Beseft je wel goed over dat ik zat toen dat hij riep? Helemaal onder de andere kant van Telal? Ben je door hier gevlogen gelijk een zot? Ik ben er wel 10 wolkbreuken geschoten. Ik heb hier weer aan veer, wat zeg ik? Ik heb 12 keer in banen omver gevlogen. Hey, zeg maar een triangeltje van God ziet u, dat hangt niet helemaal stukken van hier. Of wel een nieuwe gaat deuren dat te repareren. Plazant, hè, manneke. Uw vader, dat kan ik toch niet aan doen. Dan ga je niet zeven aan gevlecht. Dan kan je dat niet. En vind je dat niet, zuster? Oh!
leuk, allemaal, hè. Hé, hey, trouwens, ik verstaan er geen woord van. Klap is wat duidelijker, jongen. Articuleren. Vader, ik had nog zo mijn best gedaan om die beeldjes te maken. Om vriendjes te hebben. Het was gelukt, ja. Want ze noemde mij zelfs het lief Palestijntje. Maar nou, niemand die meer, vader. Ik ben weer helemaal alleen door de schuld van het dier. Ik heb zo verdriet, vader. Ik heb... Ja, zwart, jongen, zwart. Zwart. Geen overschot van gelaak. Dus, smaak, allee, toe. Is goed, jongen, is goed. Dat is dan nog mee van het ergste geweld door beneden, hè, bij alle. Het kapotmaken en het vernietigen van de fantasieën, van de dromen van klaar mannen. Dat... Geen overschot van gelaak, jongen. Maar ja... Wat wilde nou dat ik er rond doen, jongen, hè? Het is zelf nog een kind. Wat wilde dat ik er rond doen? Doet hem dood? Maar dat gaat toch niet, jongen? Ik heb haar speciaal van boven op beneden gestuurd om de mensen te leren dat ze goed moeten zijn, dat ze braaf moeten zijn, dat ze naast moeten beminnen, gelijk als je nagen leren dat je met de linkerkalk slaagt, dat je dat maar onmiddellijk je rechter moet doen. En de eerste, de beste die je na een beetje in de weg wilt leggen, die wil ga je al vermoorden. Ga begint goed, ga. Is dat te veel met een kier misschien? Mocht hem dan kreupel? Of doet hem een oog uit? Kreupel en een oog uit? Dat gaat toch niet, jongen? Dan kun je toch niet mee beginnen, zoiets? Dat kun je toch niet doen? Kun je dat niet? Moet ik het doen? Zal ik hier zitten? Nee! Hey, stop! Hier is even nadenken, man. Och ja, nadenken, nog zoiets. Hoe daar heb ik het doorspreken? Er valt hier niet na te denken, maar het gewaagd na te denken. Weet je wat, jongen, ik heb nog van alles te doen. En dan moet ik nog hoeklaars de smid... Oh ja, weet je wat, doe ermee wat je wilt, maar ga dan weer niet overal rond vertellen dat het de wil van uw vader is geweest. De wolken die lossen op en het is alsof de taart even zijn stilgestaan. Zeg. Er is daar niets gebeurd. Dat plein dat ligt daar nog altijd even stil en verlaten. Die raken los en die is tot er nog omringd door zijn soldaten. En ons kerkje Jezus mocht zich los van bij de fontein. Hij komt naar ver en hij roept... Hé, hey, visa papa! Hij zei content dat je al die beeldjes kapot hebt gedaan, hè? Ja. Ja. En niemand die jou zal straffen, hè? Nee. Plezant, hè, kapot, hè? Ja. Zie het, ja. Ja, nee, niemand zal hem straffen. Zelfs een wagen vader zal hij niet straffen, hè? Niet. Ah, een toffe vader, ga. Maar nou onder ons, wat zou je ervan zeggen als kik en hij is ter plekke neerbliksem? Denk dat ik dat niet kan? Of denk dat ik dat niet durf? Arre, vlam! Een enorme bliksemflits schiet uit de ogen van het kindje Jezus. Een slang boert zich in het andere kind en doet hem tieren en kantelen. Alle richtingen uit dat hem valt en bakt tot een stenen beeldje. Plof op de grond. Vars en krokant. De soldaten wit van de schrik die geven hun peerderen sporen en die gonden van deur. De moeders die roepen vanuit hun balkons. Ga ze naar welke toe, meneer! Waar is de lawaai gedaan? En onze lieve vrouw die al de lawaai van heel vaar recht hoort. Die komt naar de baar gelopen en die zegt. Jongen, wat is hier gebeurd? Jongen, wat heb ik aan gedaan? Gedaan? Ik? Niks? Oh, een mirakel. Tje. Mijn eerste mirakel. Ja, zie maar.
Het is nog warm. Maar dat is een kindje. Je hebt een kindje veranderd in een stukje terracotta. Jongen, waarom doet hij dat toch zo met jou? Ja, maar dat kindje, die kleine, die was stout en al die bandjes kapot gemaakt. En ik heb dat niet verdragen. Jongen, alsjeblieft, ik wil geen auto en goede comfort. Wek dat kind terug op. Nee. Wek hem op, zeg ik. Nee. Wek hem op, zeg ik. Daar kan ik nog altijd niet mee. Ik heb ik nog maar alleen leren door het bliksemen. Jongen, alsjeblieft, maak me niet kwaad. Zo. Denk dat toch eens aan de moeder van dat kindje. Aan al dat verdriet dat dat mensje gehad hebben. Die ellende, jongen. Je zou toch niet willen dat ze maar zoiets aan doen? Allee, jongen, vooruit, alsjeblieft, kom. Wek dat kind terug op en we klappen er niet meer over. Kom, vooruit, is toch maar even... Stom, hè? Allee, vooruit. Allee, toe. Zand erover. Hup, hup. Allee, kom, zeg maar. Eerst een mirakel doen. 5 minuten daarna weer alles terug gelijk als het was. Wat gaan de mensen wel van mij denken? Dat ik geen karakter heb. Het is goed. Ik zal hem opwekken. Omdat ga je het. Maar dan zal ik hem wel opwekken met een ferme stamp. Waarom moet dat nou weer met een ferme stamp? Hè? Moet dat er nou toch altijd baan tegenwoordig? Ja? Is dat nou modern? Hè? Zo'n beetje agressief zijn, ja? Oh, probeer nou toch eens iets vriendelijk. Denk toch eens aan later, aan een roeping. Ah, ja, ja. Denk daar eens aan, jongen. Aan de toekomst. Hè? Allee, kom. Probeer eens iets vriendelijks. Hè? Een kistje bijvoorbeeld. Ze gaan daar nog gebruik van maken, hè? Nee. Met een stamp. Als voorbeeld voor al degenen die hier achter hun deuren en hun vensters zitten weggedoken. Want als die allemaal zouden beginnen nadenken, hè, maar. Dan zou die zien hoe dat je zo'n gasten gelijk een deze neer kunt goed stampen. Ze zouden opzwellen van de stampen die ze kragen tot dat soort team barsten, gelijk als een gespannen varkensblaas. Oh, onze lieve vrouw ontsteld over zoveel boosheid bij haar eigen kind, beziet hem met die zachte, waterachtige, bruidsluierige blik, waarmee dat ze later zoveel succes zal oogsten. En zie... Ons kindje Jezus heft zijn handen ten hemel in een sacraal gebaar en lap! Hij geeft die kwaan aan een shot in zijn gat. Jezus! Dat kindje dat komt overaan gekruffeld met zijn handjes in zijn achterste tastend. En als hij rond niet begrijpt wat er is gebeurd. En ons kindje Jezus zegt, vraag de uitleg maar om mijn moeder. En zet de Madonna maar dankbaar. En als hij nog eens veel betekenend rond door al de gesloten deuren en vensters, draait ze naar genoemd. En dat verdwijnt. En dat is het beste wat wij van hem hebben gehoord of gezien. Allee, het beste. Je weet wel. We vinden hem terug. Een 20-tal jaren later. Maar dat is een ander verhaal.